eerlijk gezegd kan ik gewoon niet bij McDonald's wegkomen, omdat ik het gewoon zo leuk vind. Ik ben dan naar China geweest. Het was een fantastische ervaring. Ik ben daar 11 dagen geweest, en, waarvan ik 4 of 5 heb gewerkt in het Olympisch dorp. Het zijn allemaal van die extra dingen die het zo leuk maken, en dat weet je extra dat het de dag doet. Toen ik als 16-jarige binnenkwam bij McDonald's was ik heel erg verlegen. Maar tegenwoordig spreek ik mensen ook heel vaak aan, ik corrigeer mensen. En echt dat verlegen, dat is helemaal weg eigenlijk. Ik kom voor mezelf op allemaal, dus ik ben eigenlijk heel erg opgegroeid, mede door McDonald's. McDonald's biedt zoveel mogelijkheden om door te leren, door te groeien, extra activiteiten te ondernemen. Ik heb dan de mogelijkheid gehad om mee te doen aan de McStudybeurs. En die heb ik toegewonnen, dus nu krijg ik zelf nog een jaar collegegeld gegroeid van McDonald's. En dat geeft me ook echt het idee dat ze mee willen denken met hun medewerkers en dat ze echt het beste uit iedereen willen halen. Ik werk nu 13 jaar voor McDonald's. Ik ben begonnen op mijn 15e. Ik had altijd een manager als voorbeeld. En toen dacht ik van, dat wil ik ook. En op een gegeven moment toen heb ik laten zien aan de franchise-nemer van, ik kan leiding geven. In de toekomst zou ik graag franchise-nemer willen worden. Ik zal heel veel moeten investeren in mezelf om het te kunnen bereiken, maar daar heb ik alles voor open. Ik heb afgelopen maand McDonald's Academy afgerond. Ja, door die McDonald's opleiding sta ik eigenlijk beter in het restaurant. Daardoor voel ik mezelf verzekerder. Ik vind het heel fijn dat McDonald's me deze kans heeft geboden. Ik voel me daardoor meer gewaardeerd. Ja, ik ben heel trots op bij McDonald's te werken. En door sterrenslag ben je wel, heb je een veel betere band met elkaar gekregen. En je merkt dat op de werkvloer ook wel. Ja, je steunt elkaar op dat moment toch, want je hebt best wel iets belangrijks met elkaar gedeeld. Voice of McDonald's, wat heeft het voor mij betekend? Het heeft voor mij heel veel deuren geopend. Het heeft mij doen inzien dat je veel verder kan komen dan dat je van tevoren had gedacht. Als je maar wel doorzet. Dus niet alleen dromen, maar dan ook echt iets eraan doen. En dat mensen je daarbij helpen. Ik heb zoveel hulp gehad. En wel allemaal dankzij McDonald's dat ik dit heb mogen ervaren. Ik heb mijn droom is uitgekomen.